In deze video lees ik een artikel voor uit Dagblad Suriname, gepubliceerd op 22 oktober 2024, met als titel Paul Somogadio wil duidelijkheid van president Santokki over heksenjacht op PL-kopstukken. Het artikel gaat in op de recente spanningen tussen de Partij Allure, PL, en de regering van president Santokki, waarbij PL-voorzitter Paul Somogadio duidelijkheid eist over het ontslag van verschillende partijkopstukken op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ook wordt ingegaan op de verwijdering van Bronto Somogadio als minister van Binnenlandse Zaken, BZA. Ondanks Somogadio's beweringen dat hij op één lijn staat met vicepresident Ronnie Brunswijk, lijken er spanningen te ontstaan binnen de coalitie, waarbij de ABOP mogelijk niet meer wil samenwerken met de PL. Verder bespreek ik ook de situatie rondom de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en de mogelijke opvolger van Bronto Somogadio. Laat uw mening achter onder de video. De kop van het stuk luidt, Paul Somogadio wil duidelijkheid van president Santokki over heksenjacht op PL-kopstukken. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De Partij Allure, PL, is zich aan het roeren over ontheffingen van partijkopstukken op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daarnaast heeft ook Bronto Somogadio het veld moeten ruimen als minister van Binnenlandse Zaken, BZA. Paul Somogadio, voorzitter van de PL en coalitiepartner in het huidige regeerverband, is niet te spreken over de ontstane situatie. Hij wil duidelijkheid. De ABOP schijnt niet meer te willen werken met de PL. Dit alhoewel Somogadio senior tegenover lokale media heeft verklaard op een lijn te staan met vicepresident Ronnie Brunswijk, tevens voorzitter van de ABOP, lijkt dit niet het geval te zijn. Rosette Wirokarsovan. Varsseveld, directrice van het Algemeen Oudedagsvoorzieningenfonds, AOV-fonds, werd maandag per brief door minister Ines Peen van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de Laan uitgestuurd. Eerder werden ook twee onderdirectrices op het ministerie door haar ontheven. Op hetzelfde ministerie is Amina Pardi, directrice Volkshuisvesting, werkzaam. Pardi is voormalig diplomaat en partner van Paul Somogadio. De PL-leider heeft benadrukt dat de partij een voordracht zal doen voor de functie van minister van Binnenlandse Zaken, want in de coalitieovereenkomst zijn de posten duidelijk verdeeld. President John Santokki heeft tot ergernis van Brunswijk besloten dat minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wordt belast met de waarneming van Binnenlandse Zaken totdat deze vakante functie wordt ingevuld. De regeringsleider, die tevens voorzitter is van de VHP, beloofde voor vertrek naar Aruba rust en een spoedige oplossing. Gelet op de belangrijkheid van de post is het volgens Santokki essentieel dat een deskundige het roer overneemt. Dagblad Suriname verneemt dat ook PL-kopstuk en directeur Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, in de race is om de baan van zijn voormalig minister over te nemen. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.